Hallo kerst van Niepte, ik ben Mark en ik ben hier vandaag bij Keep the Crowns. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag proberen om aan de linkerkant de portals te gaan slopen. Ik weet niet toevallig of ik er al een groepje naartoe heb gestuurd, maar anders ga ik dat nu eventjes doen. Zo te zien gaan ook nog steeds de knights weer terug, lekker naar de muren. Dus ik denk dat ik dat nu ga doen. Want we hebben nog best wel lang voordat voordat het weer nacht wordt. En dat zou fijn zijn als hij even door kan blijven rennen. Dat zou het in ieder geval laten opschieten. Maar ja, ik ben dus de vorige aflevering achtergekomen dat we dus aan de rechterkant de cliff portal hebben. Een beetje jammer, maar ja, het is niet anders. Oké. Ik ga nu die kant op. Want die portal die zit volgens mij aan deze kant helemaal niet zo ver weg. Dus dat scheelt in ieder geval. Oh, daar komt eigenlijk ook nog een knight aan natuurlijk. Kan ik eigenlijk ook nog wel even meesturen misschien. Nee, die laat ik wel gewoon even hier. Ik ga eens even kijken waar ongeveer die portal zit. Even kijken. Oké, hier hebben ze wel de eerste portal gesloopt. Oh, daar. Dat is in principe nogal een redelijk afstandje. Nou, die krijgen die portal waarschijnlijk wel kapot voor de avond. Ik weet niet zeker, maar het zal wel fijn zijn. Nou, wat al bijna avond. Ik ben nog niet zeker of die knight gaat sneuvelen. Oké, eentje is er al gesneuveld. Oké, dan geef ik die ene knight, geef ik daar ook wel even een zwaard. Dat is wel even verstandig natuurlijk. Hallo. De portal is gewoon gesloopt. Dat is onverwacht. Dus dat betekent dat er gewoon een groepje nog door is blijven gaan. Nou, ik denk dat hij nu wel aan de linkerkant zal komen. Omdat er volgens mij nog wel wat meer portals zitten. Manie. Maar volgens mij hoeven we ook niet heel ver meer naar de laatste portals toe te gaan aan de linkerkant. En aan de rechterkant hebben we natuurlijk ook van die vuurbal dingen nog. Maar ik verwacht eerder dat hij aan de linkerkant is. Oh ja, daar komt de knight. Een knight met een aantal archers.
Maar ja, komt hij aan deze kant? Dat is mijn vraag. Kijken. Wat hier toevallig vandaan komt. Of is het misschien wel aan de andere kant? Dat zou natuurlijk ook nog heel goed kunnen. Ik denk eerder dat het aan de andere kant moet zijn. Anders waren ze hier al lang moeten komen. Ik ga eens even kijken. Oh ja, heel wat aardjes gaan nu naar de rechterkant. Heel positief. Ja, hij is aan deze kant. Of nee. Niet. Huh? Oh, dat is die ene knight die ik die zwaard heb gegeven. Oh fuck. Oké. Okay. Dat was dus wel helaas aan deze kant. Misschien nog even twee bulders regelen en dan nog even een aantal artjes. Daar komt ook weer een groepje aan. Niet echt fijn dat het dan aan deze kant was. Oh ja, dan heb ik niet genoeg geld. Op de linkerkant om hem weer even wat coins halen. Maar we hebben het hier ons nog wel overleefd. Want ik weet ook niet hoe groot de aanval nou eigenlijk überhaupt is geweest, maar volgens mij valt het wel zo een beetje mee. Nou ja, als je aan de rechterkant al te overleven was, natuurlijk ook wel met die vuurballen en alles. Dan moet dat in ieder geval wel een beetje goed zijn gekomen. Oké, er moeten vast nog wel wat artjes zijn die nog coins hebben, ja. Mooi zo. Hier heb ik wel even genoeg aan. Enige nadeel is dat ik gewoon dit hele stuk heel veel moet lopen. Beetje irritant. Eens kijken. Dan heb ik liever dat de muur natuurlijk nog even gauw wat neergezet.
En anders moeten we... Wacht, wat? Oh. Dit is nu een echte bloedmaan. Oh, fuck. Nou. Ik hoop niet dat het aan deze kant is, maar ik verwacht het haast wel. Nee. Oh nee. Oh nee, daar komen ze al. Fuck. Pak die muur af. Kakzooi. Ze gaan volgens mij die muur niet gauw afkrijgen. En dan hebben we ook nog zo'n klein kutmuurtje hier staan. Zijn we zo'n drie bultes of... Die we weer kwijt zijn. Rip. Dat kwam niet heel goed uit. Oh ja, het is nu al dag 60. Ach wat? Nee, dag 30. Dag 30 op dit eiland. Geen wonder dat er opeens een bloedmaan hier komt. Omdat hier al dag 30 is. Nou, weet je wat? Als hun het zo leuk vinden om een bloedmaan te gaan activeren, ga ik een of andere portal aanvallen. 3 van die knights. Nou, dat moet wel goed komen. Want er zit daar nog sowieso een portal op, blijkbaar. Anders hebben ze ook niet de mogelijkheid om dat te kunnen aanvallen. Misschien zou het wel die dockportal zijn. En ja, ik ben een beetje verkouden at the moment. Er zijn nog wel heel wat mensen die eigenlijk niks te doen hebben. Zo, dat is alles dat ik nu een beetje kan betalen. At the moment. Dat ik geen koers meer heb. Oké. Okay. Yo, jullie hebben ook weer coins. Lekker. Nou, ik zit een beetje te twijfelen of ik hier toevallig ook nog zo'n torentje wil gaan maken. Ik denk niet dat het echt nodig is. Maar ik ga ondertussen wel even kijken hoe het dan naar de linkerkant een beetje er aan toe gaat. En moet eigenlijk de volgende aflevering ook misschien ook alvast een beginnetje maken met de boot. Ja, dat, we moeten nog steeds naar het vijfde eiland. Ja, we zitten op het vierde eiland op dit moment. We hebben natuurlijk nog één eiland te gaan. Oh, ja, daar gaat de pot.
weet niet exact welke portal dat was. Dat toevallig al de dockportal is. Maar geen idee. Oké, ik ga nu sowieso weer terug naar de rechterkant, want dit is waarschijnlijk niet echt goed als het zodat weer aan de rechterkant is. Het zal vast wel weer aan de rechterkant zijn. Gewoon vanwege dat het de keer al zo is. Oké, weet je wat? Ik steek ook gewoon alvast een beetje geld in de boot zelf. En natuurlijk moeten we ook nog wel heel wat onderdelen hebben. Gaat die fucking persoon heen? Geen idee. Ja, hier heb je ze. Nou, ik denk niet dat dat alles was hoor. Het zal alles wel een hele kleine avond zijn. Oh nee, daar komen nog van die vliegende beesten aan. Oh, en daar komt ook nog een groot monster aan. Leuk. Nog een aantal, jezus. Oh, dat zijn er veel. Oké, dit gaan we niet redden. Dit gaan we niet redden. Die muur die gaat eruit. En deze ook. Ja, daar gaat de eerste muur. Rip. Maak een nieuwe. Geen goed idee, maar hey. Run, run away. Run like the wind. Fuck Jesus. Nou, oh, dan gaat die fucking muur al. En dan gaan er ook alweer heel wat hartjes. We hebben meer hartjes nodig. Oh. Oké, deze neem ik eventjes mee naar die andere. Nee, wacht. Hoe moet ik dat doen? Kak. En ik kan deze beter op mijn rug hebben eigenlijk. En natuurlijk, hier hebben we ook nog heel veel ballista staan, dus. Oh god. Dit wat leuk. Heel erg leuk. Volgens mij was het ook al winter. Nou, dat wil ik ook niet echt.
Oh nee, dat gaat er weer. Fuck. Nou, dat persoontje dat niet weggegaan. Ja, het is sneeuw. Oké, dat is wel positief, dat al die monsters wel doodgaan. Bijna appel is daar. Nou, leuk. Kijk, al die mensen die gesneuveld. Nou, in ieder geval, dat was dus niet echt een best idee. Maar ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.